Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Vandaag zijn we in Italië. Het circuit heet Monza. Ik zal hem even selecteren. Laat ik hem sowieso even op droog zetten. Constructors come and go, drivers rise and fall. But even as politics change and history moves on, the spirit of competition burns as strongly as it ever has. Welcome back then to Formula One. Nou, 27 graden. Ik heb mezelf op droog gezet. Ik vind in de regen rijden nooit altijd heel leuk. Nou, dit is het circuit. Niet zo'n heel spectaculair circuit. Veel rechte stukken, af en toe hier een paar bochten. Niet veel hoogteverschil. In ieder geval een heel snel circuit. As the drivers complete their preparations down below us on the grid, one man who's no stranger to the pre-race. Straaljaar is over. We gaan even kijken waar we gaan starten. Let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The fence starts from pole Bottas position with Daniel 1, Ricciardo slotting in Ricciardo 2. Looking down the rest of the grid. Nou, wij mogen op 4 starten. Verstappen, perfect. Het is een lang rechte stuk voordat we bij de eerste bocht aankomen en ik ben niet zo'n goede starter, dus ik denk dat ik wel ingehaald ga worden. Maar het is wel leuk, dan kunnen we kijken of we weer wat mensen in kunnen halen. Nou, een car setup. Dat is perfect. Nou, laten we starten. Ik sta aan de rechterkant, zie ik. De eerste bocht gaat straks ook naar rechts, dus dat is wel een voordeel. Dan kan je een beetje aan de rechterkant blijven. Dan zit je sowieso aan de binnenkant. Nou, dan word ik al ingehaald door een aantal. Kijk, kijk, kijk. Een beetje remmen, remmen, remmen. Nou, zie je dat ik aan de binnenkant zit? Oh, oh. Ik had wat meer snelheid uit de bocht meegenomen. Dus ik probeerde buiten langs te gaan. Maar Vettel hield zich heel groot. Heel breed. Nou, en de volgende gaat naar links. Naar rechts. Het zullen allemaal van dit soort bochtjes zijn hoor, na die rechte stukken. Ik heb nu een lang rechtstuk. We hebben nog geen DRS. Maar ik probeer achter Vettel te blijven, zodat ik een beetje slip mee krijg. Kijk, ik krijg extra snelheid mee. Kijken of we Bottas kunnen inhalen. Nou ja, Ferrari zal nu ook wel weer in de buurt komen. Die heeft nou natuurlijk weer de slipstream. Beetje laat remmen. We zijn net niet voorbij gekomen. Het is een hele langzame bocht dit. In de race zul je wel eens zien dat hier veel mensen bij die eerste bocht zullen verremmen. Omdat je natuurlijk van een lang rechtstuk komt en in één keer zo veel op je rem moet. En dan schieten ze wel eens rechtdoor. Dit circuit is niet echt gunstig voor de Red Bull. De Red Bull heeft natuurlijk minder vermogen. Dus je zal denk ik wel zien straks in de race dat Max Verstappen moeite zou hebben.
Ik heb mijn brandstof op mix 1 gezet. Zodat ik een beetje kan sparen. En hopen dat ik straks op het einde open kan zetten, zodat ik wat meer power krijg. Nou, DRS is geactiveerd. Het lukt me niet echt om Bottas voorbij te komen, maar je moet gewoon geduld hebben. Ik hoop dat straks met de DRS en dat ik straks mijn brandstof die nu op 1 staat wat hoger kan zetten. Zodat ik het op het rechte stuk voorbij kan gaan. Hier wordt er volgens mij gemeten de DRS. Ik zet hem al op 3. Oh, nee, nee, nee. Dat ging even niet zo heel goed. Ja, ik kwam met mijn banden in het grind. Ja, en als je helemaal ergens in het grind of in het gras komt, ja, dan glij je al weg. Kijken hoe het met de schade is. Ja, voorvleugel is niet rood. Hij is geel gelukkig. Daniel Ricciardo is naar binnen. Je hebt kans dat ik hem wel een tikje heb gegeven hoor. Ik heb ook 5 seconden penalty gekregen omdat ik Raikkonen een beuk heb gegeven. Dus, oh, dan ga ik weer door het grind. Dus als ik straks einde van de race komen er nog 5 seconden bij. Ik kan nog een paar plaatsjes zakken, maar heel hoog zou ik toch denk ik niet gaan eindigen. Je houdt er nog een paar in, hier krijgen we zo DRS. Dat ik hier nog een aantal mensen kan inhalen. Nou, dat gaat niet echt lukken, denk ik. Misschien hier. Laatste rondje, kijken of we nog top 10 kunnen eindigen. Moeten we 2 McLaren's even inhalen die voor me rijden nog. Nou is de andere kant van de vleugel ook kapot. Nou, Alonso stuurt ook gewoon naar links terwijl ik daar rijd. Kijk, daar geven we nog een paar tikjes. Bottas heeft al gewonnen. Alonso komt in de buurt. Blijft gewoon aan de binnenkant rijden. Nou, dan gaan we naar finish. Een hele slordige race.
uiteindelijk nog wel tiende geworden. Maar ja, het is niet altijd natuurlijk dat je eerste kan worden. En ik word zelfs zeventiende, zoals je linksonder ziet, omdat ik een 5 seconden penalty straf krijg. Ja, het is niet altijd feest. Mercedes winnen. Ik hoop dat Max het veel en veel beter gaat doen natuurlijk. Max die start de race wel helemaal achteraan, omdat hij een nieuwe motor heeft gekregen. En met die motor heeft hij ook meer vermogen, dus misschien dat hij morgen wat leuke dingen kan doen met inhalen. So as I say that, we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware to take back to their base. 2 Mercedes en 1 Ferrari op het podium. Bottas gewonnen. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your Nou, bedankt voor het kijken naar deze slordige race. Een beetje een race waar veel gebeurde natuurlijk. Ik ga nog even kijken waar ik sta. Echt, ja, het is echt de 17e geworden. Zoals je kan zien ook rechts zie je dat ik een penalty heb gekregen van 5 seconden. Maar ja, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze race. En volgende keer zijn we er weer. Als het goed is zijn we dan in Singapore. Dat is wel een leuke race, een straatcircuit. En het is ook wel een lastige race volgens mij. En dan zie ik jullie in de volgende video.